En vandaag ga ik je een review laten zien van hoe geef je een dinosaurus een zadel terwijl je hebt gevoorstemd. Nou, dat is best wel... Kijk, ik heb deze dino gevoorstemd. Je moet mij geloven, kijk maar. Kijk, tof hè? Oh, doe deze weg. Ja, hij is weg nu. Nog steeds kan ik de dino bereiden. Dat is gek. Wacht, eerst moet ik even die andere cheat instellen. Hoppa. Ik vind het stat, zodat ik niet kan verdrinken. Oeps. Zo. Nou, ben ik lekker onsterfelijk. Dan kan ook geen damage doen. En ja, je weet wel. Nou, in deze video ga ik het je laten zien. Nou, als allereerst spawn je een dino die je wilt. Of je zoekt er een, maar maakt dit niet zoveel uit. Je doet een summon. Oeps, niet laag zeepje. De dino die je wilt. Bijvoorbeeld, ik wil een... hoe heet die dino ook weer? Ik schrijf zoiets. Eikenen dan, denk ik. Zoiets. En dan... Character. Maakt niet uit welke dino je me wilt. Character. Of je zoekt er een. B. En dan C. En je spalt niet. Nou, dan moet ik maar... iets anders verzinnen zoals dit. En hij wil nog niet werken. Nou, ik doe bijvoorbeeld Parasau. Of Stego, dat kan ook. Laat ik maar even Stego doen. Stego. Nou, nu spant hij wel. En dan doe je voorstem. Boom. Ik heb mijn dino gevoorstemd. Nou, je kan die wel omrijden. Maar je wilt natuurlijk een zadel, want anders zou ik die video niet voor niks maken. Nou, wat je dan doet is, ga naar die dino toe en klik dan op het driehoekje ingedrukt. Als je tenminste, als je hem wel bent. Voor meer opties. En dan doe je, dan tik je Stego. Wacht, hey. Dan klik je, nee. Dan klik je Stego in. Oh, met maar eerst nogmaals. Zo, dan doe je dubbeltik en dan... Nee, zo, niet. Kijk, dan hou je de klik op kruis bij je zadel. Dan ga je naar de zadel toe en dan... Hop! Nu heb ik hem getemd zonder... Ja, met voorstem, met een zadel erbij. Nou, zo makkelijk is het. Het is niet zo heel erg moeilijk, hè? Nee. Nou, het ziet er best wel vet uit, zo. Ja, zo makkelijk is het. Ik doe het gewoon dit. En als je van denkt, nou, ik vind de zadel toch niet zo mooi meer. Doe je gewoon open inventaris. En dan... Doe je de zadel weg. Hoppa. Nu heeft hij geen zadel meer, maar kan hem nog steeds rijden. Ja, dat is weer zo, maar zo is het. Je hoeft hem ook zo te temmen zonder moeite. Nou, dit was de video. Doei.